Ze hadden dan ergens gelezen, en dat was ook zo, dat er voor mij allerlei foto's online waren verschenen van mensen die mijn hoofd dan in porno hadden geplakt en gedeeld. En ze hadden het erover van, het is toch eigenlijk bizar. En ja, dat is het ook, dat je zo weinig invloed hebt op het beeld wat er van jezelf ontstaat. Heb jij nog vragen sowieso van mij voordat we beginnen? Nee. Ik geloof dat ik al mijn gênante, wat moet ik met mijn schaamhaar vragen, al heb gesteld aan de telefoon. Zo gewend aan dat mensen een beeld hebben van jou en van je lijf en dat ze daar ook alles van mogen vinden, alles van mogen zeggen. En de eerste stap is dan dat je daar zelf de controle in grijpt, maar er is ook een deel waar je gewoon echt helemaal niks aan doet. Het laat je niet onberoerd, zeg maar. Ja. En ik dacht hiervan wel, het is wel een manier om die ownership terug te pakken. Zo van, ja, jongens, als dit gebeurt, dan doe ik het zelf. En dan doe ik het op een manier die ik zelf tof vind. Normaal oké zijn met jezelf blijft natuurlijk een work in progress in dat opzicht. Dat zit voor mij ook heel erg in het liedje. Je zal het waarschijnlijk nog wel 26 keer verkeerd doen. Als je daar maar niet compleet klus van kwijtraakt. Don't pin me down. And if I fuck up once or twice, that's just fine. Success is a catastrophe. Every strike's in my masterpiece.